Ik zeg toch dat je even geduld moet hebben, of moet je ook even een kogeltje eten? Ik bedoel, dan zeg ik YOLO, fuck mijn karma en eet je maar een kogeltje. Dagelijks HD. Yo, dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Metro Last Light. Nou, in de vorige aflevering kwamen wij hier naar beneden gedonderd en daardoor kregen we vliegjes op mijn beeld. Nee, daardoor ging deels onze kaart stuk, maar hij werkt gewoon, deels, hè? Maar even een mededeling voor jullie kijkers, hè. Elke maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur 's avonds is deze jolige jongen weer te vinden. Op dagelijkse day met de nieuwe Metro Last Light aflevering, dat jullie daar even van op de hoogte zijn. Gewoon dat je weet, als je erop verheugt of wat dan ook. Ah, maandag, woensdag en vrijdag, elke 8 uur, dan ben ik hier weer. Oké, mooi. Laten we in ieder geval maar gewoon lekker met ons kartje gaan brum brum. En hij gaat niet meer zo snel. Dat is dead end. Oh god. Moet ik hier ook al doorheen beuken? Maar dit ding is al bijna kapot, man. Heb ik geen boost knop of zo? Of explosies of iets in die geest? Weet je wat? Gooi de YOLO er tegenaan en ram dit ding er doorheen. Bof. Hey. Wow. Oh, dit zijn goeie? Ja, ik ben ook armed, beste man. Swear by Lenin's name. He doesn't look like a GB. I don't recognize the uniform. Could he be one of ours? Look at all his weapons. Don't shoot. We are civilians. There are women and children here. Leave and let leave, okay? Dude, we're refugees from the Red Line. I'm in charge here, basically. Now there's nobody under my command. Okay. All the battle-worthy men went with the other caravan. Half a click ahead. I thought they'd protect us, but they were attacked. We heard the shooting. It subsided. But it doesn't look like our people survived. So we can't go any further. And if we go back, it's the firing squad for us. You look like you've seen your share of fights. Can you help us? It's not for me, but I pity the children. So what do we do now? Waarom zou ik jullie in godsnaam... Waarom heb ik überhaupt nog mijn masker op? Doe eens af. Kost me alleen maar filters. Kan ik uitstappen? Krak, 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 krak. Ze komen snel. Laten we gewoon wachten. Do you think they... Killed them all? Oh, jij bent een winkel, joh. Hey, winkelman. Wat heb jij allemaal voor mij? Mijn game is crashed. Nou, dat is fijn als je game opeens crasht. Dan stopt hij er opeens mee. Fuck sakes. Nou, poging 2 en hopen dat mijn game nu niet crasht. Ja, weet je wat? Ik zal jullie wel helpen enigszins. Wat voor wapentjes heb jij? Ach, weet je wat? Fuck dat ook eigenlijk. Dit is één grote caravan. Maar moet ik nu voorop gaan rijden of zo? Wat is de bedoeling? Of zal ik... lopen? Moet ik met jou praten? How? Ik, jongens, weet je wat? Ik pak mijn kaart. Fuck jullie ook eigenlijk. Ik ga er vandoor. Fuck you guys. Ik ben een solo-artiest. See you later, faggots. Eens even kijken. Wat voor grappen en grollen hebben we hier allemaal? Oh shit, ik kom er nu pas achter dat al mijn lampjes stuk zijn. Oh, dat is naar. Hey, wat doe jij daar? Wat? Oh, daar. Oh, ze zitten hier. Oh, nee, wat doe ik hoor daar? Nee, doe je masker af, joh. Idioot. Het is allemaal niet nodig. Oké, hier binnen zit ze. En heel wat vliegjes. Ja, dat krijg je rond dode mensen, hè. Dan krijg je vliegjes. Oké, ik ga hier even een persoontje redden. Blijkbaar is het nodig. Alleen... waar zit deze persoon? Ik schiet wel te hulp. Oh joh. Oké. Weet je wat ik kan doen? Hak hem door de midden. Daarom. Get wrecked, bro. Get wrecked. Oh nee, zeg niet dat ze is overleden. Oh, shit, er komt nog iemand. Is ze nou serieus overleden? En komt er nu een ander vogeltje? Serieus, is ze overleden? Oh, get wrecked.
Where the hell are you? Oké, okay, er komt iemand aan. Hey, you, loser. Come out here. I know this shit. Oh, daar is hij. La 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 la. La 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 la. Hey, kogel tussen je ogen. Nee, Ebbes. Ik moest even goed mikken, want ik wilde hem tussen zijn ogen raken. Maar oh ja. Holy shit, what the fuck heeft hij? Een what the fuck Tommy gun of zoiets. Oké, wacht even hoor. Niet dat ik mijn shotgun ga wegdoen, maar dit ziet er wel hilarisch uit. Oh, dit is een soort full automatisch pistooltje. Tenminste, het is op revolverkogeltjes. Ja, maar ik vind mijn revolverkogeltjes vind ik te goed. En ja, mijn shotgun vind ik ook te goed. En mijn AK vind ik eigenlijk ook te goed. Dus YOLO, lang leven de lol. Laten we weer in ons katje gaan stappen. Brum, brum, mamimimamskaar. Of eigenlijk hoort het andersom. Maar hey, grappig. Oh, uitstappen. Er is hier weer een patrouille. Oké, okay, daar zit er één. Daar zit een groepje. Even kijken, één en ik hoor nog een ander. Dat is twee. Wat zit jij te doen? Misschien moet ik eerst hun uitschakelen voordat ik verder ga. Want ik bedoel, dit lampje zal mijn... Alhoewel, ik hoor er nog verderop nog eentje. Kijk, ja, daar zit er eentje. Okidoki. Ah, die vlammen hier. Oké, okay, weet je wat? Ik ben nu te zien. En nu niet meer. Haha. Prik. Oké, okay, dat is één. Dat is één. Oh god, er zitten nog veel meer mensen, man. Oeh. Niet zomaar schieten, ben je helemaal mal. Oké. Okay. Jij. En dan jij. Geen alarm slaan. Hem ga ik nog eventjes niet kapot schieten. YOLO, dan gaat karma maar naar de kloten. Dan weet ik in ieder geval wel dat poppetjes dood zijn. Oeh, wat is dit? Dit is een soort rifle of zoiets. Nee, dit is een shotgun met een silencer. Nee, dat wil ik niet. Wil ik niet. Wil ik niet. Rare fratsen met je... Oh, jij hebt ook zo eentje. Oké. Okay. Duidelijk. Jullie zijn van de rare pistooltjes. Ga eens uit. Dank u. Even meewerken alstublieft. Oké. Okay. Oh, vliegjes op mijn beeld. Help. Oké, okay, ze hebben hier dus een caravan gekilled. En dan is het aan mij de taak om dus gewoon... Oeh, kijk, daar verderop staat er één. Oké, en daar zit er één. Die komt deze kant op lopen, dus als schiet ik hem nu kapot, gaat hij alarm slaan. Tenzij ik hem snel kapot schiet. En dan hem. En dan hem. Maar dan moet wel even... Het... Ja, kijk, oké. Okay. Al komt hij nu dichtbij. Ik ben niet zichtbaar. Hartstikke mooi. Dus dan doe ik eerst hem. Wacht ik tot hij, zeg maar, bij het lampje staat. Vervolgens schiet ik hem. En dan die verderop. Moet lukken. 1, 3. 2. 1. Nou, hij heeft niks gemerkt. Mooi man. Mooi man. Noem me de tactiek, meneer. Het draait allemaal om geluk. Om geduld. Ik doe het allemaal omdat YOLO. Ja, de beste redenen, hè. Of de beste redenen, die moet je bij mij halen. Maar omdat... Oh, hier zijn er twee. Of is dat een gevangene? Dat is een gevangene. Hallo? Oh, ik ben puur zichtbaar. Hier, fuck you, bitch. Jij bent een gevangene, hè? Dan ga ik jou even bevrijden. Oh, oh, hij ligt te slapen. Ja, 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 ja. Ik zal je helpen. Maar eerst ga ik even de omgeving checken. Ja, ja, ja. Even geduld. Eerst even alle lampjes uitdoen. Alle bewijs uitblazen. Ik zeg toch dat je even geduld moet hebben, of moet je ook even een kogeltje eten? Ik bedoel, dan zeg ik YOLO, fuck mijn karma en dan eet je maar een kogeltje. Thanks. Je rare frats in het ongeduld van je. Heb geduld, dat zei ik net nog. Ja, die leven nog.
I'll move the rail car so that you can drive through. Dank u. Ik ga eventjes hier kijken. That's a like. And that's a like. Okay, fuck it. Ik heb niks over een trap gehoord, maar het zal wel. Ik ga wel even, als jij die, ja, je bent hem nu aan het verplaatsen. Oké, mooi, dan ga ik even mijn karretje pakken. Wat is daar eigenlijk? Ah, het is afgesloten. Tot, 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 tot. Brum, brum. Slow and steady, wins the race. See you later. Faggot. Thank you again. I'll just rest here for now. Oké, oké. Ja, verderop zijn je matties. Dus dan moet je nog even iets verder. Maar ik ga deze kant op. Toedels, Fredje. Fredje ongeduld. Ik ga hier. Oh shit, is dit giftige stoffen? Moet ik mijn maskertje opdoen? Ik denk dat het misschien wel verstandig is. Ja. Ik heb het gevoel dat hier verderop poppetjes zijn. Eens even kijken. Poppetjes? Oh, die wil ik hebben. Dat is een mooi gaaf maskertje zonder barsten. Oké, alles was gelogen. Maar ja, we hebben in ieder geval wel een filtertje. Dat is mooi. Eens even kijken, komt er een frats op me af? Een mannetje? Ja. Oeh. Ik wist niet dat daar een doorgang was, joh. Oh. Zeg, wat zegt de kogel tegen de man? Knal! Ik wist niet dat kogels konden praten. Maar ja, zo leer je nog eens wat, hè? Even kijken, hier zitten poppetjes te slapen. Zit hij te slapen of zit hij gewoon? Hij klinkt alsof hij slaapt, maar hij ziet er niet uit alsof hij slaapt. Fuck it, kogel. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Executeer. Mes in je keel. Ploink. En ploink. Heb jij nog kogeltjes of iets? Of, nee, alleen wapen wisselen. Oké. Okay. Ik schrok een beetje van jouw aanwezigheid, mannetje. Even niet meer doen, alstublieft. Hup, dood iedereen maar. Ja hoor. Laat mij maar de doder zijn. Spannend. Zal ik hem doden? YOLO. Kan geen kwaad. Zou je denken. Misschien ook wel. Maar dan, ja, YOLO. Dan doet het maar kwaad. Ikidokie, jongens. Is er, want ik heb het gevoel dat er nog meer van jullie zijn. Klopt dat? Dat klopt. Hallo. Hallo. Oké. Okay. Wat denk je? Kan dit gewoon no-scope shit? Of kan ik op het randje staan? Ik kan niet op het randje staan. Treurig. Anders had ik gewoon echt een fucking zieke kill kunnen doen. Dan ging ik op het randje staan. En dan sprong ik er zo vanaf en dan no-scope. En dan echt dubstepjes eronder en daarna dan weet je gewoon dat het geweldig is. Oh joh, wat sta jij bekrompen erbij met je wapentje? Oh, ik ben zichtbaar. Hou toch op, man. Uh-oh. Nee, hou je mond met je alarm. Shut up. Ik zei nog, mond dicht. Maar nee, je moet weer je grote waffel open trekken, hè. Ja, weet je wat? Als je mond open doet... Als je een beetje zit te gapen of gewoon... Lalalala, ja, dan krijg je gewoon fucking kogeltjes. Maar in je mond. Gewoon nam. Mag je helemaal opeten. Alsof het een lekker banaantje is. Lekker stukje fruit. Hier. Fratsman. Of zal ik jou eens met een throwing knife killen? Hoe deed ik dat ook weer? Was het deze knop? Of V inhouden? Oké, wacht. Dan moet ik even kijken. Oh! What the fuck? Ik ben mijn wapens aan het checken en per ongeluk schiet ik hem dood. Ja, jongen, dan doe ik het ook wel zo. Nee, shut up. Shut up.
daar wilde ik doorheen schieten. Oh joh, komt er nog één. We gotta make them pay. Ja, we gotta make them pay, bla 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 bla. Leuk. Grappig. Humoristisch. Hebben jullie nou serieus geen revolverkogeltjes? Hè? Kom op, hé. Ik wil wel een beetje... Oh, ik hoef ook weer niet alles omver te trappen. Is het nu veilig hier? Nou, het ziet er best veilig uit. Alleen hoe ik deze deur ga openen, dat is nog maar de vraag. Eens even kijken hoe we dat gaan doen. Laten we in ieder geval maar het autootje pakken. Brum, 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 brum. Is er serieus niet ergens een hendel of zo? Ik heb niet veel vertrouwen in het letterlijk er tegenin rammen. Nou ja, hè? You only live once, zoals de mensen zeggen. Bah! Ik weet niet, het klonk niet echt goed. Laten we nog een keer proberen. Oké, het ziet er niet echt uit alsof daar beweging in zit. Dus eens even kijken of we met de voet hier verder moeten. Nee, dit... Oh. Oké. Guys. Is er hulp? Is er ergens een hendel over te halen? Nee. Oké. Ik speel het spelletje wel mee. Ik ga wel op zoek naar een hendel of wat dan ook. Jongen. Je zou toch zeggen dat het niet hoeft, maar... Wacht, wat staat daar? Prepare yourself for the book that will blow up the entire world. Oh, really? Hier, Metro... 2035.com in stores december 2013. Nou, we zijn inmiddels al wat verder. Ah, geinig. Oké. Niet vallen. Eens even kijken. Is hier een hendel? Nee. Is hier een hendel? Nee. Hendel? Nee. Hendel? Wat? Nee. Geen hendel. Hendel? Hendel. Kijk, dat ziet er al wat toegankelijker uit. In plaats van er letterlijk tegenaan rammen. En op avontuur. Brum, brum. Wat is dat? Paddenstoelen. Wat is dat? Dat. Oeh, wacht. Maskertje. Oh. En verderop zijn ook poppetjes. Filters. Oké. Ik ga wel even met de voet verder, want dat is even wat veiliger. Oh, dat is 1. En dat is 2. En ze hebben een gasmaskertje op, denk ik. Ik ga wel op dit randje staan. Oké, die staat verderop. Ah nee, ze hebben geen gasmaskertje op, het leek me zo. En dat is 1. Die andere loopt gelukkig wat rustiger. Dus daar heb ik nog eventjes de tijd voor. En dat is 2. Ja, jullie zijn allemaal liefhebbertjes van kogels eten. Zover ik ken jullie wel een beetje. Zo is mijn lievelingseten bijvoorbeeld spaghetti bolognese. En zo is jullie eten gewoon echt... lievelingseten gewoon kogeltjes. Waar zat dat geld hier? Zat hier ergens geld? Geld? In de bucket? Waar is het geld? Ik heb het geld niet opgepakt. Ik wil het geld. Geld! Ik weet dat het er zit. Ik zit echt eten spammen, dames en heren. Ja, het zat achter de radiator, hoor. Stelletje grappen en grollen. Beetje geld voor mij verstoppen. Ik heb dat wel door, hoor. Dat moet je niet voor me verbergen. Maar ja. Eens even kijken wat hier verderop is. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Is er een dude? Ik weet niet, dit ziet eruit als een soort... Serieus, ik moet daarin. Oké. Waarom mocht ik niet rechtdoor?
Ik wilde juist rechtdoor. Ik weet niet, het zag er gewoon veel rustgevender uit in plaats van... Ja, dit. Je snapt wel, voor duidelijke redenen. Ah. The fuck? Oh, het is een gespieste motherfucker. Oh god. Wat is hier gaande, jongens? Zal ik het feestje bederven? Ik denk dat ik het feestje eigenlijk wel moet bederven. Maar dat gaan we dan doen in de volgende aflevering. Ah, ah. Leuk, man. Oké, zoals ik eerder zei in deze aflevering, elke maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur 's avonds een nieuwe aflevering van Metro Last Light. Verheug je erop, of niet? Ik bedoel, je bent nergens toe verplicht. Maar ik wil jou wel bedanken voor het kijken, mocht je zover zijn gekomen. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Metro Last Light. Tot de volgende keer.